Goedenavond en welkom bij het Alpe d'Huez journaal van dinsdag 5 juni. Een dag waarop veel renners al aan het oefenen zijn. En bij de teams blijft het geld nog steeds binnenkomen. Voor welk bedrag gaan jullie nou fietsen? Voor 250.000 euro minimaal. Daar zijn jullie niet mee begonnen? Nee, onze doelstelling was 40.000 per team minimaal op te halen. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja, we moeten zorgen dat we toch uiteindelijk erbovenuit springen. En ja, dat is aardig gelukt. We zitten nu op 200. Inclusief toezeggingen zitten we aan 286.000 euro. En dat komt nog bij. Er wordt elke dag weer gedoneerd. Dus we hopen morgenavond donderdagavond het bedrag bekend te maken. En hoe halen jullie nou nu nog meer geld binnen? Nou, we doen druk op Twitter, druk op Facebook en dergelijke. Dus ook kleine bedragen zijn welkom. Dat hebben we ook gezegd. Want voor sommige mensen is 10 euro misschien al veel per beklimming. Dus we zijn alles blij. We hebben appeltjes verkocht, we hebben appeltaarten verkocht. We hebben feestavond gehouden. We hebben een mooi busje gemaakt waar we vakken verkocht hebben. En al die kleine dingen maken een heel groot bedrag samen. En ja, super gemotiveerd team. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dus denk ik ons succes. Het is wel een heftige sport, hè. Voor mij is het de eerste keer. En er zijn bij ons in het team een aantal fietsers die gewoon echt georganiseerd zijn. En ook gewoon goed kunnen fietsen. Maar zelf vind ik het een heftige sport, hoor. Ik heb zonder kennis van zaken ingetekend voor 5 keer. En dat wordt bikkelen. Bikkelen. Echt bikkelen. Ja, ja. Maar opgeven is een optie, is het credo hier. En dat past wel bij ons als team. We hebben allemaal onze eigen redenen. En iedereen heeft zijn eigen emoties erbij. En dat gaat uiteindelijk helpen om die berg op te komen. Ik rij op spek en roggebrood. Krachtvoer. Echt waar. We gaan 100 keer naar boven in 3 dagen. We zijn vandaag begonnen, de eerste 10 zijn al boven. En we gaan uiteindelijk dan totaal in die 3 dagen 100 keer omhoog. De Halo bestaat 100 jaar en we hebben 100.000 euro opgehaald. Dus vandaar Halo 3 keer 100. Mooi. U gaat 1 keer naar boven? Absoluut. En dat is de laatste keer. Even naar huis bellen? Ja, even naar de hulptroepen bellen. Voor drinken, eten en dan gaan we weer verder. Genoeg water bij? Ja, ja. En gel en koek, dus we moeten het halen. Kan dat niet een beetje harder? Nee. Vind je niet hard genoeg gaan? U doet uw best, zie ik. Ja, dank je. Even uitrusten. Nou, we zijn nog eigenlijk niet begonnen. We zijn nog even aan het dalen en dan gaan we straks gaan even kijken hoe de berg is. Jullie gaan hem helemaal fietsen? Nu niet. Morgen gaan we, dus vandaag een beetje rustig aan. Hoe hard gaat die afdaling nou? Nou, ik probeer hem onder de 45 te houden, maar dat is toch moeilijk eigenlijk. Dus je gaat zo richting de 55, dus je moet echt goed bijremmen. Ja. Dus, maar wel mooi, ja. Ik bedoel, je kan bijna niet opletten met het afdalen, maar het schittert hier natuurlijk. Dus wel heel cool. Zie ik nou Zwarte Piet op de fiets? Ja, Sinterklaas komt zo meteen. Die deelt cadeautjes uit. Ja, morgen rijden we allemaal met z'n tuin. Op wie zit u hier te wachten? Mijn man en zwager. Die zijn even aan het een voorproefje aan het nemen voor de grote dag. Is het de eerste keer dat ze de berg op gaan? Ja, ja, het is voor beide de eerste keer, ja. Ja. Spannend? Ja, heel spannend. Stress, hè? Kunnen we dat eigenlijk wel na al dat trainen het hele jaar? Dus, het moet er nu van komen, toch? Goed. En is het nou voor een speciaal team? Het zijn allemaal verschillende teams die gewoon die banners hebben gegeven. En dan moeten wij ze ophangen. Dus jullie zijn het speciale ophangteam? Ja, klopt. Zo kan je het wel zeggen, ja. Ja. Wij hebben dus de verantwoordelijkheid voor de mobiele geneeskundige hulp op de berg, niet zijnde dus aan de ingerichte posten aan bocht 16 en bocht 7. De berg hebben we dus ingedeeld eigenlijk in 3 gedeeltes. Vanaf de rotonde beneden tot bocht 16. Bocht 16 is een medische post ingericht. In bocht 7 is een medische post ingericht. En hier aan de finish waar we dus staan.
Ik laat dus nu motoren met artsen, verpleegkundigen tussen start en 16 rondjes draaien. Tussen 16 en 7 rondjes draaien. En tussen 7 en finish rondjes draaien. He, want bij ons is natuurlijk ja, elke seconde die telt. Ik denk dat ik het ga halen. Het zal een wonder zijn, jongens. Nou, wil ik nog meer vertellen of heb je nog wat te vragen? Ja, ik denk, u praat maar door. Dus... Ja, je hebt groot gelijk. Dan moet ik weer ophalen, want anders kom ik niet meer boven. Dankjewel. Tot zover het Alpe d'Huez journaal voor deze dinsdag. U kunt ons blijven volgen via de website opgevenisgeenoptie.nl en natuurlijk via Radio Alpe d'Huez op 107.6 FM. En voor de renners morgen en overmorgen, heel veel succes.